In deze video gaan we kijken naar drie interessante aandelen voor de maand maart 2019. Dit zijn aandelen die ik misschien in deze maand wil gaan kopen. Dit zijn aandelen in ieder geval die mijn interesse hebben gewekt. Bijvoorbeeld vanwege het nieuws dat ik heb gehoord over deze aandelen. Maar waar ik nog iets meer onderzoek moet gaan doen. Kort onderzoek zal ik verwerken in deze video. En daarna hoor ik graag jullie feedback. Dus laten we beginnen voor deze maand. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van de PassiefInkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week twee video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, abonneer dan op dit kanaal. Dan mis je nooit meer een video. Maar in deze video gaan we dus kijken naar drie interessante aandelen die ik heb gekozen voor deze maand. Zoals gezegd wil ik dit een serie maken die elke maand terugkomt. Ik ga dan kijken welke aandelen hoor ik in het nieuws bijvoorbeeld terugkomen. Uh, die interessant zijn om verder uit te gaan zoeken. Dat is natuurlijk wel het belangrijkste. Ik heb het nou een klein beetje uitgezocht. Maar ik wil nog meer onderzoek doen naar de aandelen zelf. En ik wil ook graag dit met jullie delen in deze video. Omdat ik graag jullie feedback hoor. Uh, misschien kan het zijn dat je zegt: van deze aandelen vind ik dit goed aan. Of dit vind ik juist niet goed. Of kijk eens naar dit aandeel. Dan kan ik dat misschien voor de volgende maanden meenemen. En een van deze aandelen laten vallen. Dus het is niet alleen hoe ik erover denk. Ik ben ook erg benieuwd naar jullie reacties. En deze video probeer ik dan ook vooral kort te houden. We gaan gewoon drie aandelen bespreken. Korte informatie, waarom ik het interessant vind en waarom ik het in de gaten ga houden. Misschien dat jij dan ook het in de gaten gaat houden en je eigen onderzoek gaat doen. En mocht ik tijdens dit onderzoek dan nog meer informatie tegenkomen of jullie zeggen van tevoren al van zoek dat eens uit, dan kan ik bijvoorbeeld daar een hele video aan wijden. Maar zoals gezegd gaan we nu de aandelen kort behandelen. En het eerste aandeel waarmee ik ga beginnen is Tesla. Zoals jullie waarschijnlijk al weten, is Tesla mijn grootste positie in mijn portefeuille. Ongeveer 12% zit in aandelen van Tesla. En ik heb er eergisteren nog een video over gemaakt. Ik zal hem hier even linken. Waar ik de hele kwartaalcijfers van het vierde kwartaal van 2018 een beetje analyseer. En de grootste punten eruit haal. De meest belangrijke punten. En toen stelde ik mij eigenlijk ook al de vraag: van is dit een aandeel waar ik meer in wil gaan investeren? Of. Ja, welke verwachtingen zijn er en wat wil ik nog gaan doen in de komende tijd? Nou, als je een beetje de video al hebt gekeken en zo nog niet, dan zal ik er niet veel, uh, al te veel van verraden zeg maar, maar het blijft een interessant aandeel, zeker omdat ik het al heb. Maar zoals gezegd, um, ja, het hangt een beetje af van hoe het er de komende tijd uh, aan toe gaat. Even de kwartaalcijfers kort samengevat, de verwachting van het aantal auto's dat ze gaan produceren in 2019 zal ten opzichte van 2018 met 50% toenemen naar 360.000 tot 400.000 auto's. Uh, dan zul je zien dat de Model 3 daar een groot aandeel van heeft. Uh, zal er zullen nieuwe modellen waarschijnlijk worden geïntroduceerd, of in ieder geval uh, gepubliceerd. Dus dat mensen kunnen zien wat het gaat worden. Het zal er niet geproduceerd worden dit jaar. Uh, ook de andere onderdelen van hun energie, dat dus zijn uh, de batterijen en de, de, de pakketten die ze maken voor het elektriciteitsnet, die zullen toenemen. Merchandise neemt toe de tweedehandsverkoop neemt toe omdat mensen bijvoorbeeld een Model S inleveren en een Model 3 kopen um, dat soort dingen allemaal waardoor dus de omzet in het totaal uh, ver zal toenemen dan houden we nog geen rekening mee eigenlijk met de tweede fabriek die ze in bouwen zijn in China op dit moment want deze fabriek zorgt er natuurlijk voor dat Tesla op lange termijn nog een keer een half miljoen auto's extra kan produceren in deze fabriek. Uh, dus de toekomst ziet er eigenlijk qua productieaantallen heel erg goed uit. Kijken we dan bijvoorbeeld naar het laatste interview dat Elon Musk gedaan heeft. Het was met Ark Invest, dus een, ja, een investeringsmaatschappij in principe uh, die erg over Tesla te spreken zijn. Tesla is ook hun grootste positie en zij zien Tesla's aandeel dat op dit moment op 312,70 cent staat terwijl ik kijk. Um, zij zien het aandeel Tesla in de komende jaren stijgen. Naar ongeveer 700 tot 4000 dollar per aandeel. Hangt een beetje af van ja, welke productieaantallen ze gaan halen. Uh, als je nou gaat kijken en luisteren naar dit interview. dan zul je zien dat ze nog een beetje voorzichtig zijn met de aantallen. Elon Musk verwacht grotere aantallen. productieaantallen. dan hun hebben uh, ingecalculeerd. En dan zou je dus nog eens die bedragen die zij noemen. kunnen verdubbelen. Nog meer informatie die uit dit interview kwam. is onder andere de grafische kaart. die voor Tesla heel erg belangrijk is. Ze hebben hun eigen. Uh, Grafische kaart ontwikkeld die, in tegenstelling tot NVIDIA, bijvoorbeeld veel beter is in bepaalde dingen, zeker tien keer zo goed en efficiënt is. Dus, grafische kaart hebben ze nodig om de beelden die ze met de camera maken te, te analyseren, eigenlijk, en dat de, de, de autopilot op die manier kan werken. En experts zien hierin dat Tesla ongeveer twee jaar voorloopt op Nvidia in deze techniek. Terwijl juist van Nvidia die grafische kaarten maakt, zou verwachten dat zij hier best veel mee doen. Zul je zien dat Tesla drie jaar geleden al is begonnen met deze ontwikkeling van deze kaart. Die dus heel erg belangrijk is voor de toekomst en voor het zelfrijdend maken van Tesla. Waarom is dan Tesla een aandeel dat interesse heeft gewekt bij mij? Nou, ten eerste omdat ze de laatste twee kwartalen dus al winst hebben gemaakt. En de vooruitzichten voor de komende twee kwartalen zijn ook nog steeds goed. Op dit kwartaal... Uh, en waarschijnlijk dus ook het volgende kwartaal zullen nog steeds winst gemaakt worden. Pas in het derde kwartaal zal bijvoorbeeld zien dat een nieuw model wordt gemaakt of uh, investeringen worden gedaan. Waardoor de, misschien de winst iets daarna gaat, omdat investeringen worden gedaan op die manier. Maar uh, over het algemeen ziet het er goed uit. En zoals gezegd, ze hebben laten zien dat ze winst kunnen maken. En ze hebben ook de voorspelling en de verwachting dat dit in 2019 wordt doorgetrokken. Uh, en zoals ook gezegd in die vorige video, heel erg belangrijk, sloot ik daar de video mee af. Is dat op het moment dat een bedrijf als Tesla vier kwartalen achter elkaar winst heeft gemaakt dan kunnen ze in principe opgenomen worden in de S&P 500, dus de grote index van Amerika van de 500 grootste bedrijven van Amerika. En wat je dan krijgt is dat indexfondsen het aandeel Tesla gaan kopen, omdat zij het in een ETF of indexfonds willen aanbieden. Uh, en aangezien Tesla dus in die index zit, zullen zij het aandeel moeten kopen. En wat je dan verder krijgt is natuurlijk dat ten eerste de vraag naar het aandeel zal stijgen, waardoor misschien de prijs stijgt, maar de volatiliteit gaat er ook een beetje uit, omdat Indexfondsen en dat soort dingen. vooral voor de lange termijn uh, beleggen. in plaats van heel veel short sellers of. gewoon aandeelhouders die voor de korte termijn doen. Uh, dus het is heel erg belangrijk dat ten eerste de koers op die manier kan gaan stijgen. en zeker ook dat die stabieler blijft op de lange termijn. En kijken we nou naar de koers, dan doet hij eigenlijk de laatste dagen stijgt hij weer. Ondanks wat negatief nieuws over tweets van Elon. en de SEC weer een onderzoek is begonnen. Maar we zien wel dat in principe al lange tijd. de koers tussen. De 350 en 300 dollar zit. Mocht hij nou nog op korte termijn uh, gaan dalen, dus onder de 300 dollar, dan ben ik zeker van plan om te kopen. Tenzij dit is ten, omdat er heel slecht nieuws is, natuurlijk, dan zal ik het niet doen. Maar is er niet per se een reden, maar daalt hij toch langzaamaan en komt hij weer rond die 300 of iets onder in de buurt. Ook al zijn het er maar een paar, dan ben ik in ieder geval van plan om bij te gaan kopen. En mocht het nou niet zo zijn, dan wacht ik gewoon nog even een kwartaal af. Kijken welke winst te maken, of ze nog voorspellingen hebben, verwachtingen voor de rest van het jaar. Um, en dan op dat moment bij te gaan kopen in het kwartaal wat er volgt. Omdat dat uh, het laatste kwartaal is voordat ze misschien vier um, kwartalen winst hebben gemaakt. En dus misschien wel eens een keer in de SP worden opgenomen. En omdat er natuurlijk veel meer interesse komt van bedrijven. Omdat ze zien dat Tesla al inmiddels een jaar lang winst maakt waardoor het aandeel natuurlijk veel interessanter voor hun wordt. Dus op dat moment wil ik net iets van tevoren instappen. Uh, dat punt wacht ik nog even af en anders onder de 300 dollar stap ik in. Het tweede aandeel wat mijn interesse heeft gewekt is EA, dat is Electronic Arts, oftewel de bekend van de spellen die ze maken, de games die ze maken en dat komt dan vooral door het nieuws van Apex Legends. Dat is een nieuw spel wat ze hebben ontwikkeld, in principe een beetje een tegenhanger van Fortnite. En het nieuws dat ik daar zag was dat ze in de eerste dagen al 2 miljoen downloads hadden, na 3 dagen hadden ze 10 miljoen downloads en in de de eerste week sloten ze af met 25 miljoen downloads van hun spel. Dus ze had al binnen een week 25 miljoen spelers die in ieder geval het spel gedownload hadden. En je zag dan ook dat bijvoorbeeld op Twitch het spel het populairste spel was van de streaming. Dus het versloeg op dat moment in ieder geval Fortnite en dat kwam omdat enkele bekende gamers zoals Ninja die um, gingen in één keer van Fortnite over naar Apex Legends. Waardoor dat dus veel meer gekeken werd. En mensen dat spel natuurlijk ook veel meer gingen kijken. Of zelf gingen downloaden en spelen, zo moet ik het zeggen. En je zag het aandeel daar ook vrij snel op reageren. De lange tijd zat het aandeel zo een beetje rond onder de 90 dollar. En toen schoot je in één keer door naar de 100. Bijna 110 dollar. Inmiddels zie je dat hij weer iets is gedaald. En zit hij weer net onder de 100 dollar. Maar in ieder geval wel hoger. Dan het moment dat het. Uh, voordat het nieuws kwam en het spel werd aangekondigd. Apex Legends is dan natuurlijk zijn tegenhanger van Fortnite. En een beetje dezelfde opzet. Je kunt het spel gratis downloaden. En vervolgens uh, betalingen doen om dingen in het spel erbij te kopen. Uh, dit kan punten zijn. Of um, ik geloof geweren pakken. Noem het allemaal op. In ieder geval je kunt je character zo op die manier stijlen. En dat, daarvoor vragen. Ze geld en op die manier gaan ze dus geld verdienen. En je ziet een beetje dat, ja, zoals ze zegt, tegenhanger van Fortnite. Dus op een, in het begin versloegen ze Fortnite ook. In ieder geval als je kijkt naar Twitch, waar ik dan kijk voor de, voor de live streams. En dat je in ieder geval een beetje weet of het spel populair is. Dat was toen in ieder geval wel. Als we nou weer gaan kijken, dan zien we dat Fortnite alweer bijna dubbel zoveel kijkers heeft als Apex Legends. Dus het lijkt erop dat. Epic Legends al een beetje minder populair aan worden is, dat komt bijvoorbeeld omdat Ninja in ieder geval weer overgestapt is naar Fortnite en zo zullen misschien nog wel meer bekende spelers zijn overgestapt en het is denk ik heel belangrijk dat wat die bekende spelers doen uh, ik moet nog even gaan kijken waarom dit is, want zoals gezegd de eerste tijd was het heel populair en nu is het iets minder is er een bepaalde reden voor, dat weet ik niet uh, wat ik wel weet is dat ze voor de komende tijd al een roadmap hebben bekendgemaakt, dat wil zeggen op bepaalde momenten in het komende jaar komen er nieuwe uh, characters in het spel, worden er vernieuwingen gedaan, updates Gedaan, die zijn al bekend. Dat houdt het spel natuurlijk interessant. Uh, en hoop ik dat mensen daardoor het spel blijven spelen. Want het is eigenlijk belangrijk, zoals gezegd, het spel kun je gratis downloaden. Dus juist dat mensen als ze het gaan spelen, dat ze dan geld erin gaan stoppen. Al is het maar telkens een paar euro voor een pak of een geweer of weet ik wat. Op die manier komt er telkens geld binnen. En dat is eigenlijk ook het succes van Fortnite. Dus als we daarmee gaan vergelijken, kan het die kant op gaan als Fortnite. Het is in ieder geval de records verbroken van Fortnite in het begin met het aantal spelers. Het is natuurlijk nauw belangrijk dat ze het aantal spelers zullen vasthouden. Um, en ja, dat gaan we dus afwachten in de komende tijd. In ieder geval aandelen om in de gaten te houden. Kijken wat IE historisch nog heeft gedaan. Uh, wel kijken wat Fortnite historisch heeft gedaan. En kijken of we die gegevens een beetje aan elkaar kunnen koppelen om een verwachting te maken voor IE in de komende tijd. Dus ja, een beetje afwachten wat er nu gaat gebeuren. Blijft het populair? Zakt het weg? Um, dat is dus eigenlijk de vraag. En dat is ook de reden dat ik deze video maak. Ik gra hoor graag jullie uh, feedback onder deze video. Dus laat weten wat jij ervan vindt. Uh, heb je een mening? Heb je ervaring met het spel of met Fortnite? Of hoe kijk jij daar tegenaan? Laat dat weten onder deze video. En dan gaan we nu door naar het derde aandeel. En het derde aandeel heeft het uh, symbool MJ. Maar de naam waaronder het bekend is, is Alternative Harvest ETF. En dit wil zeggen dat het een ETF is uh, met. De populairste wietaandelen in principe. De Alternative Harvest gaat dus over producenten van wiet en dan vooral medicinale wiet, zoals we het kennen. Want, zoals jullie waarschijnlijk al weten, is het in Amerika en nu laatst ook uh, sinds eind vorig jaar in Canada is het gelegaliseerd om um, een groot gedeelte, in ieder geval, uh, legaal wiet te kopen voor ja, in principe uh, voorheen was het medicinaal gebruik en nu ook voor vrije tijd gebruik. En je ziet al dat er een hele grote markt opkomt, ook in Europa. Vroeger liepen wij voorop, maar nu nou is Amsterdam eigenlijk. Ja, de plek, de naam heeft het nog wel. Maar de regels lopen ver achter op andere landen. Zeker als je dus kijkt naar uh, Canada, Amerika. Maar ook Luxemburg heeft al aangekondigd dat ze hiermee willen gaan experimenteren. En zo zijn er wel meer landen in Europa. Dus de markt daarvoor die lijkt alsof het ja, een, een booming business is eigenlijk. Dus ze kan de komende jaren heel erg groeien. Um, het is dan natuurlijk de vraag: welk bedrijf binnen deze markt gaat het doen? Er zijn enkele grote namen. En uh, ja, het is altijd maar de vraag: welke het natuurlijk. Zover gaat schoppen welke de grote dominante speler gaat worden. Op dit moment is dat nog een beetje lastig te zeggen. Uh, er zijn al wel enkele overnames gedaan. Uh, maar vandaar dat deze ETF zo interessant is. Want kijken we nou naar deze ETF, dan zul je zien dat we enkele grote namen tegenkomen, natuurlijk, in deze, in deze ETF. Zoals Kronos. Canopy Growth, Aurora Cannabis en Tilray. Dat zijn allemaal grote bedrijven die elk op hun eigen manier ja, in het nieuws komen af en toe. Het kan zo zijn dat bijvoorbeeld Coca-Cola interesse heeft in het ene bedrijf. En zo zijn er meer drankproducenten die interesse hebben in de wietmarkt. Uh, hoe komt dit nou? Nou, dit komt waarschijnlijk omdat er een grote correlatie is tussen deze twee markten. Ze hebben gezien dat op het moment dat mensen wiet gebruiken, ze minder alcohol of drank gaan gebruiken. Dus ze willen natuurlijk deze markt eigenlijk erbij pakken, omdat ze op die manier nog steeds hun omzet kunnen halen. Um, ze hebben dus het, het, het geld om dingen te gaan kopen of te innoveren. En je zult dus zien dat bedrijven zoals Coca-Cola... of enkele bierfabrikanten... Uh, aandelen gaan kopen in deze bedrijven... om er wat zeggensap te krijgen. Uh, misschien samenwerkingen op lange termijn te maken. Zodat ze ja, een beetje wietgeïnspireerde drankjes... kunnen gaan ontwikkelen of andere producten. Of gewoon dat ze mee kunnen profiteren... van de winst die daar gemaakt wordt. Want dat gaat ten koste van de winst of omzet die ze halen... uit de drank die ze verkopen. Um, maar zoals gezegd, het is nog een heel erg jonge markt in principe. Er zit nog heel veel groei in, maar om een echte goede speler nu uit te kiezen is gewoon heel erg lastig. Er zit ook nog veel volatiliteit in. Uh, het gaat echt op. Uh op groot nieuws gaan de aandelen omhoog. Slecht nieuws uh, zakken ze heel erg in. Wat je ook ziet, is natuurlijk dat de, de prijs die op dit moment betaald wordt voor aandelen. als je kijkt naar de omzet die deze bedrijven maken. Ja, dat is eigenlijk niet in verhouding. Er zijn echt grote verschillen tussen deze bedrijven en de waarderingen tussen deze bedrijven. Omzetten van minder dan 100 miljoen, maar bedrijven die wel op miljarden worden gewaardeerd. Um, ze hebben natuurlijk heel erg goede voorspellingen, samenwerkingen, um, verschillende. Ja, plantages in principe waar ze alles gaan verbouwen en verwerken, ook in Europa. Maar uh, omdat het zo moeilijk is en uh, ik er wel een beetje mee bezig ben geweest omdat ik een video binnenkort hierover wil gaan maken maar niet alles heb uitgezocht, is misschien een ETF een goed idee omdat ik dan toch al in de markt kan stappen op dit moment, uh, maar zonder eigenlijk een ja, specifieke speler te kiezen. Op die manier spreid ik mijn risico over de markt heen, omdat je ziet dat de markt waarschijnlijk wel zal groeien de komende tijd. Maar zoals gezegd is het moeilijk om een dominante speler aan te wijzen. En vandaar dat ik deze ETF op mijn lijstje erbij zet voor deze maand. Omdat ik in ieder geval interesse in heb in dit, in dit aandeel en deze markt. Uh, ik moet nog een beetje onderzoek doen. Ten eerste om meer over deze markt te weten te komen. En omdat ik dus een video hierover wil maken. Dus hebben jullie nog informatie of feedback of input voor? Om een video over wiet aandelen te maken. Laat dan even weten. Dan kun je die video in ieder geval op de korte termijn verwachten. Tot zover deze video. Ik hoop dat je hem leuk hebt gevonden. Um, laat me weten ten eerste of ik het elke maand moet herhalen. Dit was de eerste keer dat ik het doe. Um, moet ik de volgende keer dus in april weer een nieuwe video maken. Over aandelen die ik interessant vind. Um, heb je een van deze aandelen dat je denkt van daar wil ik meer informatie over hebben. Um, zoals gezegd ik heb eergisteren een video gemaakt over Tesla. Ik zal hem hier nogmaals linken. Uh, maar bijvoorbeeld over Electronic Arts. De Alternative Harvest ETF wil je daar meer informatie over zien. Een uitgebreide video die daarop ingaat, laat dat dan weten onder de reacties. Ook als je denkt van dit zijn niet zo'n goede aandelen, ik zou eerder kijken naar deze. Kijk of kijk hier naar eens naar of heb je over aandelen een paar pluspunten te noemen of minpunten waar ik mee rekening mee moet houden. Laat dat allemaal weten in de reacties onder deze video. En zoals altijd uh, post ik ook op Instagram uh, steeds meer content. Dus video's, uh, live stories. Dus ik vraag daar ook om jullie feedback op Instagram. en een passief inkomen. Als je nog geen lid bent van dit kanaal, maar je vindt het wel interessante video's. Zoals gezegd elke week twee video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Abonneer je dan op het kanaal. En als laatste wil ik jullie vragen, vond je het een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef even een duimpje omhoog. Laat ook in de reacties wel weten waarom je dit vindt. Dan neem ik dit weer mee in de volgende video's. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.